beetje fout geparkeerd, maar moet kunnen, hè? Hier moet ik zijn. De Sint-Leonardus-school. Ik zit in Briel, in de buurt van Rotterdam. En als het goed is, zit op deze school Wilbert. Vijf. Zou het moeten zijn? Goedemorgen. Juffrouw Mayel, klopt het? Dat ben ik, ja. Dan zit ik hier goed. Dan zit ik hier goed. Nou, ik overval u een beetje. En ja, jullie ook, want ik heb iemand nodig uit deze klas. Is dit Wilbert? Ja. Lijkt het wel een dit beetje. Is Wilbert. Ja. En ik zie u meteen zitten, herkenbaar aan de mooie bos met krullen. Wilbert, kom eens even naar voren, want jou moet ik inderdaad hebben. Dat is even schrikken, hè? Ja. Hoi. Hoi. Nou, jij hebt een brief gestuurd naar Willem Wever en zo weer een tijdje geleden. Ja. Maar jij hebt eigenlijk twee vragen. Ja. Klopt het? Ja. Wat zijn die vragen ook al je? Hoe kom ik aan mijn krullen en hoe kom ik er vanaf? Die begrijp ik niet zo goed. Hoezo? Nou, ik heb nooit nooit krullen gewild. Je wilde eigenlijk helemaal geen krullen? Nee. Waarom niet? In de buurt schelden ze een beetje uit van een krullenbol. Meen je dit nou? Ja. Nou, wij hebben iemand uitgenodigd, Wilbert. Ja. Want wij gaan hier gewoon in de klas jou het antwoord geven op beide vragen. Ja. We hebben iemand uitgenodigd, het is niet zomaar iemand. Dat is Hairdresser of the Year, oftewel de beste kapper van Nederland. En die gaat jou antwoord geven op allebei de vragen. En die komt nu binnen en die mag best een applaus geven, want het is Andy Uffels. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hi. Nou, dus dit is Wilbert. En misschien Wilbert kun jij nog even aan Andy allebei de vragen stellen. Begin maar met de eerste. Hoe kom ik aan mijn krullen? Nou, dat kan ik je vertellen. Kijk, als je op dit plaatje kijkt, heb je een haarzakje. En dat haarzakje, de vorm van het haarzakje, bepaalt eigenlijk hoe het haar van jou eruit ziet. Die begint zeg maar een halve centimeter onder je hoofdhuid. En het duurt ongeveer 2 weken voordat dat haar uit je hoofdhuid komt. Dit is een stijlhaar, maar jij hebt krullend haar. Ik zal het proberen even te tekenen voor je. Een krullende haar begint onderin. En dat zit al in je hoofdhuid op deze manier. De krul zit er al in als de haar nog in je hoofd zit? Ja. Dus het is niet zo, hij is recht en dan gaat hij krullen. Nee, hij krult al vanaf het begin. En dan op een gegeven moment gaat die vorm zich doorzetten op deze manier. Ja. En dan de tweede vraag. Hoe kom ik er van af? Hoe komt hij er nou? Ik begrijp niet waarom hij er vanaf wil. Een prachtige bos met krullen. Maar goed, het is wel zijn vraag. Volgens mij heeft hij het vanmorgen ook stijl gekamd. Ja. Ja, klopt hè. Ja, volgens mij is het in het echt nog krullende. Maar in ieder geval, er zijn een aantal manieren om er vanaf te komen. Het kan vanzelf wat minder worden. Maar het kan ook door middel van een ontkroezingsmiddel. Maar ja, dat is eigenlijk niet zo best voor je haar. Maar er is ook nog een andere manier. Welke? Dit waren de krullen van Wilbert. En dit is Wilbert zonder krullen. En hebben wij natuurlijk allemaal al gezien, maar Wilbert zelf nog niet. Misschien kan je even de spiegel voorhouden, zoals dat hoort bij een kapper. Hé, kijk eens goed in de spiegel. Hoe vind je het? Leuk. Ja? Ja. Je vindt het echt te gek? Ja. Nou, ben ik ook heel benieuwd wat de rest van de klas van vindt. Wat vinden jullie mooier? Met of zonder krullen? Zonder!